Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ja, dit is een video waar jullie niet gewend zijn van mij. Maar ik heb iets voor me liggen en dat hadden we vroeger als kind natuurlijk niet. En ik dacht, laten we dat eens een keer voor mezelf eens kopen. En laat ik dat eens tevens in de video unboxen. Ja. In plaats van dat ik een ASMR video doe, dacht ik van, ik gun mezelf ook wel eens wat. En ik dacht, ik gun jullie ook wat, ja, wat het eigenlijk is. En ja, je geeft je meiden alsmaar van dat spul. En ik dacht, nou ja, dat wordt dus tijd dat ik ook eens voor mezelf zo'n soort ja, dingen voor mezelf koop. Dus ik heb twee van die hele leuke, ik moet even een leuke voorkantje erbij zoeken. Kijk. Dat zijn van die Fairy Unicorn Squad. Ja, superleuk natuurlijk. Ik heb ze gekocht bij de Kruidvat voor €4,99 per stuk. Kijk. Dus die kunnen we alvast eraf halen. Maar ja, ik dacht bij mezelf. Kijk, hier zit ook nog zo'n prijskaartje aan. Moet ik wel even afhalen. Zo. Dan zit dat in ieder geval niet in de weg. En ik dacht, ja. Ik wil het gewoon graag met jullie delen. Iets wat ik nog nooit heb gehad. Maar wel als ik het in een keer in de winkel zie. Zo van, ik wil het ook. Ik wil het ook hebben. En uiteindelijk mijn kinderen krijgen deze de inhoud ervan. Jongens, de honden zijn weer van de partij. Diesel, een strikje. Dus ik dacht, laten we ons masker eens opzetten. En laten we eens van die heerlijke balletjes uitboksen. Ja. Goed, even alle gekkigheid op een stokje. Jongens, foei. Ja, ze hebben s'avonds altijd even een gekke 5 minuten. Ze hadden het er net alleen, maar blijkbaar zijn ze nog niet uitgeraasd. Dus laten we eens met jullie zo'n dingetje unboxen. Ik probeer even kijken of ik de camera wat verder weg kan zetten. Zo'n klein friemeltje zo. Kom. Ja, zoiets. Zo, onderbij. Want ik wil voor jullie ook niet te dichtbij filmen. Want anders zei je zo met mijn gezicht in beeld. En ja. Oh ja, en voor mensen die het afvragen, ik ben al één nagelbeschildering al kwijt. Jee. Oh ja, voordat ik de rest van mijn nagels voor habbezak, pak ik toch maar even een schaartje. Dus ik denk, ja, ik ga dit keer geen ASMR video opnemen met dit. Eerst wou ik het in de ASMR stand doen. Maar ja, ik denk dit is praten ook wel leuk. Dus ik heb zo'n, ja, nogmaals, unbox. The Fairy Unicorn with Magic Wings. Woehoe! So satisfying, hè? Het rippen van dat dingetje. Oh ja, en zit dat dan vervolgens dan ook nog vastgeplakt, zeker? Oh nee, toch niet? Nou. Nou, toen molesteerde ik hem helemaal zeker. Dat zal je altijd net zien. Al dat hoop plastic. En er zit weer plastic omheen. Oké, niet zo. Doen we nog een keer. Oh, zo satisfying. En nog een keer. Het lijkt net zo'n Pokémon bol. Zie je dat? Goed, nou dat is zo'n dingetje. Dan moet je hier zo uithalen. Zo uittrekken. Zo. Ik heb dit op mijn trui gelegd, dus ik leg die trui even opzij. Dan heb ik wat meer ruimte. En dan kan je dit zo ook laten vallen. Tada! Oké. Nou, ik heb hier zo 1, 2, 3 van die dingetjes en één grote vak. En ik denk dat het hier het magical creature in zit. En hier gewoon van extra speelgoed erin zitten, denk ik zo. Zo. Ho! Goed. We laten de grote even dicht. Even kijken of alles goed gaat. Even kijken hoor. Hier gaan we het lepeltje. Sorry hoor, ik moest even knippen. Ik had een hoestaanval en ik moest er even naar boven komen. Goed, we laten beginnen. Ik heb hem nog niet opengemaakt zoals je ziet. Dus daar gaan we mee beginnen. We gaan hem unboxen. Oh, wat snoezig. Kijk nou. Ah, kijk. Winks. En er staat op 1973. Hip hip. Oh nee, hip hop.
Helemaal geweldig. Nou, dan doen we die... Oh nee, dat kan ook niet. Nee, ik kan hem nergens al vast. Dus dan leggen we maar even voor ons neus. En wat zit er nog meer in? Ik heb 4 schoentjes. Ja, wat geinig. Kijk, 4 schoentjes. Ik maak dadelijk wel betere shots. En dan stop ik ze gelijk in beeld hoe die eruit zien. Dus dat komt goed. Dus ik heb 4 schattige schoentjes. Superleuk. En zo'n haardiadeempje, denk ik. Laten we naar de middelste gaan. Dan gaan we die eens openmaken. Oh ja. Wat zit daarin? Oh, dit zijn stickers. Superleuk. Kijk. Een skateboard en een schoen. En dit is een Game Boy en een pet. Superleuk. En ik heb hier zo een... Oh, dat is zo'n boombox kammetje. Ook hartstikke leuk. Ja. Leuk zijn die dingen, zeg. Goed, en dan heb ik er nog eentje. Dan gaan we weer over roepen. Zo, hallo. Ga maar open. Oh. Tada. En wat zit daarin? Oh. We hebben hier, volgens mij is dit klei, denk ik. Er zit wel een papiertje bij. Verdorie, daar heb je nog een verrolglas voor nodig. Unicorn poop. Oh, fijn, dat moeten we weten. Nou, dit is unicorn poop. Ik weet niet of er nog wat in zit. Het zal wel denk ik niet. Het is leuk om te kneden. Laten we lekker dicht voor de kinderen. En dan komt natuurlijk het volgende. Hartstikke leuk. En dan gaan we het openmaken. Wauw. Ta-ta-ta. Hier hebben we hem zitten. Hop. En dan is deze bal leeg. Kijk eens, wat een leukje. Oh, het heeft wel hele flexibele beentjes hoor. Kijk, en dan moet deze er nog op. Zo, denk ik. Hoe krijg je die erop dan? Dat moet op haar hoofd. Hou. Moet je dat gewoon force of zo? Oh, hemel. Voor habbezakje toch heel dat ding? Oh, nou valt hij al uit elkaar hoor. De benen vallen eraf. Hoe ga je dat doen dan? En dat is dan voor kinderen. Geitenpappers en mama's dat natuurlijk weer moeten fixen van... Dat moet erin! Ja, kind, dat weten we dat het erin moet. Maar het gaat er niet in. Dan moet je gewoon met... brute... Jee! Hoe krijg je dat erop, joh? Kijk, want anders is er hoofd... Kijk, dit moet er echt op. Maar... Ik ga dit dadelijk wel aan mijn man vragen... of hij daar zo'n krachtverpatsing wil voor inzetten. Want die... Nou, ga ik het toch zelf voor elkaar krijgen? Nee hoor. Dan moet ik weer, denk ik, dat schaartje zeker pakken... om die unicorn er zo doorheen te steken, zeker... Gaat het me dan lukken? Nee. Je verhabbert zak heel dat ding dadelijk. Dat mag mijn mannetje even uitvogelen. Zit daar nog een beschrijving bij? Oh, kijk. Nee, geen beschrijving. Daar zit natuurlijk een hele waslijst. Oh. Met allemaal. Ook naar mijn achterkant. Allemaal typetjes die erin zitten. En we hebben zelf eentje met een petje op. Waar zit dat met dat petje? En die heet Carnes. Ik zal hem even losscheuren. Kijk, zo heet ze. Ta-ta-ta-ta. Superleuk. En ze zou een gouden kammetje moeten hebben. Nou, dat heeft ze helaas niet. Ze heeft een roze. En stickertjes, schoentjes en wat erbij zit. Nou ja, dat klopt. Nou ja, die kan je dan... Ja, ik vraag me dan alleen nog af... Oh ja, die kan je dan op je rug natuurlijk plaatsen. Ja, ja. Nou, dat zit dan op de rug. Nou, dat hebben we dan. Kijk, die vlucht zit op de rug. Maar ik moet alleen aan mijn mannetje vragen of die dat wil fixen. Met haar hoofd. Want ja, dat is namelijk nog alleen een enigste probleemetje. Nou, dan doen we schoentjes aan. Zo. Ik denk niet dat ik een fotootje erin hoef te plaatsen. Want als ik dat ding om de pony heb zitten, dat het allemaal
goed komt, denk ik. Zo. Oh, het springt eraf. Dat moet niet. Nou, de kinderen zullen wel hier wel heerlijk mee kunnen gaan spelen strakjes. Even kijken hoor. Ja. Nou, ze heeft er schoentjes aan. Kijk, zie je, de schattige patas. Het lijken wel Nike's. Van die Jordans. Superleuk. Het is alleen... oh, nou schiet alweer de vleugels af. Nou ja, ik weet eigenlijk niet hoe die daar zo dadelijk op moet. Maar dat mag mijn mannetje fixen. Dat mag hij doen. Dat mag hij doen. Nou, dat is wel leuk. Nou, de eerste bal hebben we opengemaakt. Dan gaan we nu naar de tweede bal. We moeten wel een klein beetje tempo erin houden. Want de video moet natuurlijk niet te lang worden. Want anders hebben jullie er al geen zin meer om verder te kijken. Maar ja, dit is zo'n iets wat je als kind nooit hebt gehad. En dan zie je dat in de winkels liggen. En dan denk je van, ik wil het zelf ook. En dan koop je het uiteindelijk maar weer voor je kinderen. En de kinderen maken het open. En dan word je weer jaloers als ouder. Weet je wel. Want je wilt dat ook. Goed. Dan gaan we nu naar de volgende. Die zit hier. Zo. Ja, 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 da, da. Zelfs dit is al... Oké. Plastic blijft aan mijn vingers plakken. Dan valt weer open. Oh. Het kaartje valt er al uit. Zelfs die valt los. Nou, dan beginnen we weer met diegene die los is gevallen dan. Die mag dan nog eens eerst. Oh. Daar is die unicorn poo. Kijk, we hebben er weer één. Kunnen ze weer kneden. En dan halen we deze levens ook maar even los. Dus misschien voor jullie ook wel leuker om te zien. Hier zit ook weer een kammetje met stickertjes in. Superleuk. Er staat een duivelshartje, vleermuizen, een... scepter en vampieren tandjes met lip. Wacht, ik zal het even zo doen. Ja. En zo houden. Tada, superleuk. Focus ermee. En dan heb je nog een devil's tandenmondje. Kammetje. Hartstikke leuk. Nou, dan hebben we deze. Oh, dat is leuk. Je hebt hier zo'n van die vleugeltjes. Oh, focus. Rood met zwart. Dan heb je hier zo nog een koning Triton-achtige sceptertje. We hebben hier stoere zwarte patas. Ik zal er eentje in beeld doen. Dat is misschien makkelijker. Daar heeft ze er vier van natuurlijk. Focus. Tada. En ze heeft tandjes. Van die vampieren tandjes. Kijk, tada. Nou, die kriebel zit me goed dwars. Dan gaan we naar de grote. Die zit hier. En dan zou ik zo even... Oh, ze zit op de kop. Zie je dat? Oh, ze valt eruit. Dat was het? Ja. We hebben hier zo een mooie bruine pony met een mooie rode unicornhoorn. Met een rode staart. Superleuk. Leuke kettingtje om. Kijk, hartstikke leuk. En dit is de kapsel. Mooie bobline. Kijken of deze beter gaat om het... Jee, hoe dan? Nou, deze gaat beter, deze gaat beter, deze gaat beter. Kijk, tada! Ja, en ik denk dat deze uit haar hoofd moet steken... Ja, het is geen tandjes, maar horentjes. Superleuk. Nou, dan moeten deze natuurlijk op de rug geklikt worden. Kijk, dan heeft ze er vleugeltjes op de rug. Haha. Ja, en dan doen we de schoentjes aan. Nou, ik dacht die doe ik wel even aan, maar zo... Nou, die schoenen moeten nog ingelopen worden, hè? Dat zal het wel wezen, denk ik. Zo. Kijk eens aan. Zo. Ja, ja.
Oh, daar is dat ook weer van de hoofd afgevallen. Dus dat zit ik helemaal onder de glitters. Ik vind het wel jammer van dit spul. Het valt wel allemaal heel makkelijk af, hoor. Ja, alleen bij die ene kon ik bijna niet er hoofddeksel op. Nee, niet om de nek. Op je rug blijven. Goed zo. Kijk. Ta-ta-ta-ta. Super stoer, toch? Even de staart mooi pluimen. Kijk nou. Ja, deze moet dan nog fixen, hoor. Maar het is toch super schattig. Dat had je vroeger niet. Want als ik niet, laat ik het dan zo zeggen dan. Deze, ja, dat... Weet ik niet waar die een plaatje heeft, maar die kan je dan zelf gebruiken. Zo van, haha, jee. Goed zo. Superleuk. Ja. Ja, ik ben altijd wel een unicorn fan geweest. En van My Little Pony en zo. Vond ik altijd wel hartstikke schattig. Oh, wacht, deze kun je nog een klein beetje induwen. Is dat dan zo wel lekker dan? Nee. Die moet echt zo... Maar dan verwacht ik toch helemaal dat poppetje toch. Oh. Doe, knijp je oren in. En dan ben ik het alweer kwijt, hè. Ja, kom met je oren. Kom eens wel met je oren. Ja. Zo, ja, de oren steken niet echt lekker uit. De oren steken niet uit. Dat is iets wat niet in het planboekje staat volgens mij bij er. Die zijn beschermd in dat pet. Maar ik heb hem er wel door. Ik heb er gewoon een rood oog van. Maar dat had ik toch al. Maar goed. Kijk, de hoofdpetje zit erop. Het is me toch gelukt. Zonder mijn man. Ha. Ja, ja. Dus kijk nou. Twee van die schattige ponies. Ja. Laat ik mijn kinderen hiermee spelen? Ja. Zou ik ze graag voor mezelf houden? Ja. Zou ik ze dadelijk neerzetten in mijn studio? De kans is groot. Maar geef ze toch eerder aan mijn kinderen? Ja. Ik kan het toch niet laten. Dat geef ik toch aan mijn kids. Ik vind het veel te leuk. Maar goed, ik heb dit eens een keer uitgepakt. Gewoon voor mezelf. Ja, ik heb gewoon mezelf een keer een cadeautje gegeven. En dacht bij mezelf, ja, dit is echt iets voor mij. Ik wil het ook eens een keer proberen. Nou, ik heb het uitgeprobeerd en ik vind het hartstikke leuk. Doe ik het nog een keer? Ja, vast wel. Dus, my game face is on. Goed zo. Ja, nou, het is een heel kort videootje. Ik hoop toch wel dat je het leuk hebt gevonden. Ik maak natuurlijk nog heel even een shotbeeldje van hoe ze uiteindelijk gewoon samen zo eruit zien. En wat voor spelletjes erbij staan. Ik doe altijd een eindshot als ik iets unbox. Vind ik leuk om te laten zien als ik het niet goed heb in beeld heb gebracht. Nou, ik hoop wel dat je het toch hebt leuk hebben gevonden. Het is waarschijnlijk wel een heel klein kort videootje. Ik vond het toch wel leuk om het toch even aan jullie te laten zien. En wie weet doen we dit nog een keer. En dan gaan we gewoon voor een echte ingewikkelde variant unboxing van speelgoed doen. En dan zet ik er nog een extra camera van hierboven uit. Zodat je ook mijn handen ziet bewegen. Terwijl je ook mijn gezicht ziet. Ik moet nog even uitvogelen hoe het dat allemaal werkt. En dat soort dingen in mijn editprogramma en zo. Want dat zijn allemaal nieuwe manieren van editen. Dat heb ik nog niet uitgevolgd. Dus eerst ga ik testvideootjes maken om te kijken of dat lukt. Of ik dan twee beelden in één videofragment krijg. Dat is allemaal gewoon nog even spannend en uitvogelen. Dus nogmaals, vinden jullie dit toch leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Wil je meer van deze video's ook zien? Laat dan zeker in de reacties weten. Zeg van nou, Bianca vindt het allemaal leuk van kids te zien. Maar volgende keer niet meer. Nou, dat doe ik het ook de volgende keer niet meer. Als ik het leuk vind om te doen, doe ik het gewoon lekker. En ja... Ik vond het leuk. Vond je het ook? Nou ja, ik heb het al 2 of 3 keer al gehaald. Dat hoef ik ook niet. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Wil je abonneren op mij? Zou ik het ook hartstikke leuk vinden. Er komen nog meer video's aan. En ik ga deze troepjes opruimen. En ik ga deze speelgoed leuk uitstellen voor een leuke eindshot. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe video. Ik weet nog niet wat. We zien wel wat het wordt. Dus jongens en meisjes, dames en heren en genderneutrale, dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie graag morgen. Muah!